toen moest je met de boot. En wat hij deed was met de trein richting Genua. En daar stapte hij op de boot en hij moest dan zoveel dagen, bijna 30 geloof ik, varen naar Indië. En dat is een fysieke onderneming. Hè. Je gaat in tijd weg van het land waar je woont op verre horizonten, om het zo maar te zeggen. En je hebt de tijd om je mind daar helemaal naartoe te zetten van ik ga naar het oosten, ik ga naar een wereld die ik niet ken. Dus voor hem was het denk ik toch een ontdekkingsreis.